Met dit bakbeest hopen de mannen van het Egmondse-team Argus Oil Whispering Giant komende zaterdag hoge ogen te gooien bij het tractor-pooling-evenement Power Valley. Hoi! Met een opgevoerde trekker, een sleepwagen met gewicht zo ver mogelijk over de baan slepen. Dat is het idee van tractor-pooling. En daar heb je flink wat pk's voor nodig. Wij hebben een gasturbine of een helikopterturbine van een Oekraïense helikopter af. En vier stuks zelfs, ruim 8000 pk bij elkaar, dus 2000 pk per stuk. En vorig jaar zijn we nog kampioen geworden en in 2019 waren we ook kampioen. Dus het gaat ons best aardig af, zeg maar, met die gasturbines uit die Oekraïense helikopter. De voorbereiding voor het evenement liep niet al te soepel voor het Egmondse team. Op weg naar een wedstrijd in Duitsland krijgt de bus van het team een klapband. Even wordt gevreesd voor het ergste. Op dat moment vliegt gewoon even je leven voorbij. Van denk je, nou, dit was het. Het is klaar. Ik zie mijn vrouw nooit meer. Ik zie mijn nieuwe huis nooit meer. En het is gedaan. Maar een paar seconden daarna sta je stil en ben je er nog. En dan ben je iedereen dankbaar. En dus staan de mannen zaterdag met hun trekker aan de start op het recreatieterrein Geesmer-Ambacht. Daar worden de laatste puntjes op de i gezet voor het evenement. Waar naar verwachting duizenden toeschouwers op afkomen. Ten eerste een unieke sfeer, zeg maar. En het geluid, de power, het spektakel. Daar zijn heel veel mensen die er wel op afkomen, die het wel weer een keertje willen zien. Voor het tractor-pooling team uit Egmond is het een thuiswedstrijd en dus ligt de druk hoog. Enorme druk, ja zeker. De traantjes biggelen wel over mijn wangen heen als we gaan beginnen altijd. Want het is best wel, dat heeft gewoon wat, weet je wel. Dat is gewoon simpel. Maar normaal rijd ik in heel Europa door en nu is het een kwartier vanaf huis. Ja, hoe mooi is dat om het onze eigen mensen te laten zien?